Vanuit het prachtige Amsterdam heet ik u van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Floris van den Berg en ik gaan het zo dadelijk hebben over de humanistische filosofie van Paul Cliteur met rechtsgeleerde en filosoof Paul Cliteur. Paul, welkom. Dankjewel, wat een eer. Ik wens u als kijker en luisteraar veel kijk- en luisterplezier. Paul, welkom. Dankjewel. Hartstikke leuk dat je er bent. Je hebt een omvangrijk oeuvre geschreven. We hebben een paar boeken hier op tafel staan of liggen. Dat zou zo zijn anders. Het oeuvre, dat was niet mee te sjouwen naar Amsterdam. Dat was niet te doen. Kun je je erin vinden om jouw filosofie als een humanistisch project te beschouwen? Ja, ik bedoel, ik vind het een beetje moeilijk. Want doorgaans heb je niet de meest afstandelijke, objectiverende visie op je eigen werk. En het is eigenlijk aan anderen om dat uit te maken. Maar als er twee mensen in staat zijn om een adequate, denk ik, een adequate typering te geven van mijn boeken, dan zijn jullie het wel. We kennen elkaar. We kennen je aardig. Ja, ik ken Floris nog wat langer dan dat ik jou ken. Ik ken Floris nog uit de tijd dat hij ging studeren filosofie aan de Universiteit van Utrecht. En ik heb jou later leren kennen, Bart. Maar ik denk dat wij hebben elkaars werk allemaal heel erg op de voet gevolgd. En het is ontzettend leuk om hier te zitten. Floris heeft ongeveer net zoveel boeken geschreven, denk ik, als ik dat heb gedaan. Nummer 20 is net uit. Oh, kijk eens aan. Nou ja, er zijn ook enorm veel dus. En jij hebt nu net je boek over desinformatie geschreven. Is eigenlijk je eerste boek, hè? Ja. Geweldig. Dat is ongelooflijk leuk om dat allemaal te zien. En dan daarop te kunnen reageren. Dus ik hoop ook een beetje op jullie werk te kunnen ingaan. Naar aanleiding van de vragen die jullie weer stellen over die boeken van mij. Nou, wie weet. Om te beginnen, Paul, want we gaan het dus hebben over dat humanisme en die humanistische filosofie. Waarover gaat humanisme in jouw optiek? Nou, het humanisme gaat over een wereldbeschouwing, een levensbeschouwing. Een levensovertuiging is het ook wel genoemd. Waarbij de mens centraal staat. En waarbij je ervan uitgaat dat de menselijke vermogens op zichzelf voldoende zijn om een menswaardig bestaan te leiden. En daar heb je geen beroep voor nodig op bovennatuurlijke machten. Geen god en geen goden. Maar je zult het als mensen zelf hebben te rooien in dit leven. Een moraal, je hoeft je moraal niet, daar komen we straks natuurlijk nog wel over te spreken. Je hoeft je moraal niet te baseren op een of andere openbaringsgegeven. Maar het is ook niet zo dat het leven zinloos wordt als je niet je zin ontleent aan een of andere geopenbaarde waarheid of een heilig boek of zo. Mm-hmm. Tenzij dat het boek van Bart Collat is. Ik moet zeggen dat met het laatste boek inderdaad, tevens het eerste boek van Bart Collat, ik wel een beetje aan het twijfelen ben geslagen. En toch, want ik heb mijn heilige boek wel gevonden, Bart. Okay. Fishing for compliments. Maar laat ik het zo zeggen. Dat zijn dan ook hele recente, moderne boeken. In ieder geval geen oude openbaarsgeschriften over woestijnvolkeren die lang geleden geleefd hebben en die contact hebben gehad met een of andere god. Helemaal goed. Dat humanisme, je noemt er een aantal kenmerken van. Het omvat vrijdenken, atheïsme, secularisme, vrijheid van meningsuiting, religiekritiek. Daar valt heel veel onder. Laten we beginnen met atheïsme. Dat stip je net eigenlijk ook al een klein beetje aan. Heb jij ooit in een god geloofd? Ik geloof het niet. Nee. Ik geloof het niet. Nou, ik ben wel toen ik een jaar of ik denk... ik ben altijd wel geïnteresseerd, erg geïnteresseerd, bovenmatig geïnteresseerd geweest in religieus geloof. Mm-hmm. Maar ik kom niet uit een religieus gelovige gezin. Mijn vader geloofde niks. En mijn moeder was heel ver... denk ik heel lang geleden hervormd opgevoed. Maar mijn moeder had ook wel een beetje... mijn moeder had het gevoel dat haar jeugd verpest was door de zondagsschool. Mm. Ah. Mijn moeder had wel heel sterk... Die kon nog steeds tot op hoge leeftijd al die bijbelboeken in de goede volgorde kon ze opnoemen. En ze had het altijd... ze had het van die bijbelse uitdrukking dat iets naar de Filistijnen was en zo, dat soort dingen. Wat dus wel verraadt dat zij... een
iets van het geloof had meegekregen. Ik heb onlangs trouwens, want ze leeft niet meer, maar ik heb haar, ik zag laatst een bijbeltje dat zij heeft gekregen toen ze, denk ik, een klein meisje was. En daar staat al helemaal in het begin, vind ik prachtig. Zie ik sta aan de deur en klop. Hè? En toen dacht ik, ja, dat is, dat kregen die kinderen dan. Hè? Dus dan zo'n eerste bijbel. En dan moet je eigenlijk een beetje ook aan God gaan vragen of die jou wil toelaten. Ja. En maar goed, ik heb nooit een bijbeltje gekregen van mijn ouders. Ik heb wel dus die bijbel op een gegeven moment ben ik wel gaan lezen. Ik had wel een soort van spirituele honger. Ik wilde wel weten waar ik, tot welke levensbeschouwelijke traditie ik mij aangetrokken voelde. En toen, maar lezen of ben je ook echt naar kerken gegaan? Nee, nou dat doe ik nu wel, maar in die kerken zal ik straks iets van vertellen, want ik vind het toch altijd wel interessant, blijf ik dat geloof vinden. Maar ik ging toen ook niet, toen ik jaar 16, 17, 18 was, ging ik ook niet naar kerken. Wat wij thuis hadden, wij hadden de eerste systematisch ingerichte Nederlandse encyclopedie, de ENCI. Dat waren van die delen tegenwoordig. Tegenwoordig staat alles op internet, dus weinig mensen zullen zo'n papieren encyclopedie nog in huis hebben staan. Maar die hadden wij dan wel staan. En ik kan me wel herinneren dat een van de, er was ook zo'n stuk dan over religies, maar er was er één speciaal hoofdstuk door Oene Noorderbos geschreven. En dat ging over de vrije gedachte. Zo, dat was de naam van dus de vrije gedachte. Dus de vrije gedachte is niet alleen de naam van een vereniging. Dus die in een voortzetting van de dageraad die in 1856 of 59 56. is opgericht. Heel goed, jongens. En, maar ook het is ook een levensbeschouwelijke richting. En toen ik dat van die Oene Noorderbos las, dat stuk, dacht ik, ja, oké, nou, dat ben ik dus. Daar hoor ik bij. En wanneer was dit? Dan was je dus 16, 17, 18? 16, 17, 18, denk ik, ja. 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 En ja. Vanaf welk moment ben je jezelf actief ook, want op een gegeven moment in je werk noem je jezelf atheïst. Mm-hmm. Vanaf welk moment ben je jezelf zo gaan noemen? Doordat hoofdstuk in die encyclopedie van Noorderbos kwam ik op het werk van Constance. En toen Anton Constance. En toen dacht ik, hey, die Anton Constance, die leeft nog. Want die leefde toen nog, was wel ook wel een oudere heer. En toen leerde ik ook dat er ook een organisatie was, de Vrije Gedachte. En zelfs dat er een vrijdenkersradio-omroep was. En daar werden programma's gemaakt door die vrijdenkersradio-omroep, door Fries de Vries. En toen ik meldde me daar eigenlijk bij die Fries en bij die en ook bij de vereniging. En die vereniging toen, die was nogal sterk op Rotterdam georiënteerd, op de Kloveniers-Singer, dacht ik. En die hielden daar bijeenkomsten. En ik ging daar dus een keer naartoe. En ja, dan ben je meteen de jongste. Want die mannen waren allemaal heel erg oud in mijn gevoel toen. Dat was ook een. En die hadden daar. Nou, iets wat je zou kunnen noemen een mengsel tussen een dienst. Een religieuze dienst. En een. Iemand die een lezing gaf. Mm-hmm. Hè? Dus Wat was het religieuze daarvan? Wat was het ritueel daarvan? Dat is inderdaad heel interessant. Kijk, het ritueel was dat als er iemand die was, gaf dan een lezing en er werd er daarna vragen gesteld, wat het nu nog steeds het geval is. En dan, op een gegeven moment dan citeerden ze ook Multatuli. En het gebed van een onwetende konden ze ook opzeggen. En dat deden ze dan ook, weet je wel. Dan ging het dan zoom. Het was niet gepland, maar dat was dus een corpus aan gedeelde literatuur die iedereen kende. En dat vond ik geweldig mooi. En ik kan me er ook herinneren, er was dan een meneer Gardien, heette die, of Cardine of Gardien. En die gaf dan ook zo'n lezing. En die zette dan ook dat echt zo in, dus dat gebed van een onwetende. En dat werd dan meegepreveld bijna. Ja. En ik vond het zo mooi, want het waren vaak mensen. Ik zat toen ik ging van de MAVO naar de HAVO, naar een hoger beroepsonderwijs, aan de universiteit. En natuurlijk is het zo dat aan al die onderwijsinstellingen, dat je daar natuurlijk wel mensen hebt die een boek lezen. Maar hier had je dus mensen, nou ik wil niet zeggen het waren arbeiders, maar ook wel gewoon handarbeiders. En er was toch iets
Dat, zoals je dat in de arbeidersbeweging vroeger ook had, die dan toch, ze hadden voormannen, hè, een Domela Nieuwenhuis en een Anton Constance was een beetje de laatste van die traditie. En dat vond ik heel ontzettend mooi. Ik dacht, ja, dat moet je hebben in een dat iedereen zich met dit soort dingen bezighoudt. Ook de mensen die dat niet beroepsmatig doen. Niet alleen maar leraren, niet alleen maar universiteitsgeleerden, maar ook gewone burgers. En dat was toen, Jo Kleuver kan ik me ook nog herinneren uit die tijd. Die woonde in Amsterdam. Daar heb ik toen nog het boek van Kaufman gekregen, Het Geloof van een Ketter. Okay. Ja. En toen ging ik daar lezingen geven. En toen ik een jaar of 18, 19 was, gaf ik heel vaak lezingen daar. Toen je 18 was? En waar gingen die lezingen nou over dan? Weet ik nu niet meer. Je had zo'n blaadje, dat heette toen de Vrije Gedachte, tegenwoordig de Vrijdenker, maar dat heette Eerste Vrije Gedachte. En mijn eerste stukjes ging ik daar schrijven, hè, in de Vrije Gedachte. En ik schreef, geloof ik, elke maand verscheen dat. En ik schreef maandelijks een stukje. En op basis van die stukjes werd ik dan weer uitgenodigd om dat te komen toelichten. En zij vonden het weer leuk, omdat ik, kwam niet veel jongeren. Er was geloof ik één dame, Inge van der Stad. Ik weet niet waar die nu is gebleven eigenlijk. Maar die kwam dan ook al. Dat was ook een jongere dame. Die was er ook met enige regelmaat. Maar over het algemeen waren het oudere mensen. Ja. Heren, ja. 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 Want dat brengt me nog even op dat vrijdenken. Je hebt het al een paar keer genoemd, maar dat is een term voor de meeste mensen die toch vaag is, want die denken gewoon het is vrijdenken. Maar vrijdenken als instituut is toch iets anders. Kan je dat iets toelichten wat jij denkt dat vrijdenken is en hoe dat vrijdenken dan bij de vrije gedachte werd vormgegeven? Nou, dat vrijdenken zoals het bij de Vrije Gedachte werd vormgegeven in de tijd dat toen ik jong was, was al heel divers. Hè? Ja, de voorzitter toen, dat was Jan Vis. En een andere hele actieve scribent, dat was Paul Hopster. En die Paul Hopster die interpreteerde dat vrijdenken heel sterk als rationalisme. Hè? Ja. Dus de rationalistische traditie viel samen met de vrijdenkerstraditie. Alles ter discussie stellen. Maar ook geloof in de ratio. Heel sterk geloof ook in de ratio. Dus wat wij tegenwoordig, wat je zo een beetje scientistisch. Hè? Dus wij geloven ook in de wetenschap. De wetenschap is de enige bron van kennis. En we moeten onze rationaliteit moeten we cultiveren. Dat was het perspectief van Hopster. Maar daar stond iets anders tegenover. Van Vis. En Vis die was veel meer vrijdenken. Dat was eigenlijk over alles vrij denken, dacht hij. Maar ik vond het moeilijk navolgbaar, hoor, die Vis. Ik stond meer in die traditie van Hopster. Maar om maar aan te geven, dat vrijdenken, zoals dat gecultiveerd werd binnen die vereniging, was heel divers. Mm-hmm. Maar ik heb zelf me nog het meeste georiënteerd op Anton Constance, op de boeken van Anton Constance. Die gingen over vrijdenken, over atheïsme, grondslagen van het atheïsme. Daar heb jij ook een inleiding op geschreven. Ja, dat is ook weer opnieuw. Hij heeft in de jaren 30 een boek geschreven, Grondgedachten van het atheïsme. Dat is later opnieuw uitgegeven. En daar heb ik toen inderdaad een inleiding bij geschreven. Maar ik heb zelf dus in mijn boek The Secular Outlook heb ik geprobeerd het terug te voeren op twee dingen, het vrijdenken. Het vrijdenken is enerzijds engagement aan de vrijheid van spreken, mm-hmm. Aan de vrijheid van expressie en dan met name in relatie tot religiekritiek. Mm-hmm. Volgens mij is dat wat vrijdenken is. Twee dingen. Eén, dus vrijheid van expressie. Twee, religiekritiek. En, well, that's it. Basically. En toen ik daar mee bezig was in 2010, was dat ook een beetje tegen de achtergrond van de enorme aanslag die er op dat vrijdenken gepleegd werd, naar mijn smaak, vanaf 2004 met de moord op Theo van Gogh. Mm-hmm. Heeft een enorme impact gehad op mijn denken.
Maar in een zekere zin ook de moord op Pim Fortuyn. Hè, dat was dan niet. Dat was dus om wat Pim Fortuyn zei, maar ook. Hij was bijvoorbeeld ook kritisch op de islam. Mm-hmm. Hè, en nou was Volkert van de G niet helemaal misschien er was geen moslim of zo, of en ook geen jihadist. Maar het ging wel dus om die vrijheid van gedachten en van vrijheid van meningsuiting, die in 2002 enorm werd aangevallen. En ook weer in 2004. En toen in 2005 met de Deze Cartoon. In 2015 met de Charlie Hebdo. In 2020 met de onthoofding van Samuel Paty. En in 2023 met weer een leraar die dus ook alweer is doodgeschoten. Mm-hmm. Dus ik ben erg geïnteresseerd geweest in de aanval op de vrijheid van expressie de afgelopen 20 jaar. Dat brengt me op een volgend punt over jou. Dus ik noem jouw filosofie dus een humanistisch project, waarin dus vrijdenken en atheïsme en religiekritiek, vrijheid van meningsuiting vooraanstaande rol in spelen. En secularisme, daar komen we ook nog op terug. Ja. Maar jouw humanisme verschilt enorm van het humanisme van de Universiteit voor Humanistiek en van het Humanistisch Verbond, anno nu. Terwijl je ook, je bent Socrates hoogleraar geweest van het Humanistisch Verbond. Je bent voorzitter geweest van het Humanistisch Verbond in 1994. Je hebt ook de Socrates lezing gegeven. Mm-hmm. Maar die kloof blijkt in ieder geval door de jaren heen groter geworden te zijn. En wat is het grote verschil tussen het humanisme aan de ene kant, het georganiseerd humanisme zoals dat al nu in Nederland is, en jouw meer vrijdenkershumanisme? Het is wel interessant. Ik realiseer me nu dat we erover zitten te praten. Dat ik had het net dus over dat vrije alle kant uitdenken van Jan Vis, van die voorzitter helemaal in het begin van mijn tijd. En die Hopster, die meer rationalistisch georiënteerd was. Die overigens een zoon heeft, die ook wel interessante boeken schrijft. Die Paul Hopster. Zoon. Ja, dat ook wel. Maar kijk. De Universiteit van Humanistiek, die was vanaf het begin af aan, nou, wat mij betreft, eigenlijk helemaal niet klaar voor het aanstellen van, 6, 7, 8 hoogleraren. Mm-hmm. En die hadden ze niet. Ja, je had wel in die tijd, je had bijvoorbeeld Piet Spicht. Dat was wel een echte vrijdenker van de oude stempel. En je had misschien nog 1 of 2 mensen. Maar er moesten ineens 6 of 7 hoogleraar worden benoemd. En die werden eigenlijk overal vandaan geplukt. Met een katholieke achtergrond. Met een katholieke achtergrond, met een boeddhistische achtergrond en met een postmoderne achtergrond. Ik bedoel, ze kwamen eigenlijk overal een beetje vandaan. Je had dus Fons Elders, die was heel erg geïnteresseerd in spiritualiteit, met name in godsdienstige spiritualiteit. Dus die was erg bezig met boeddhisme. Dan had je Kunneman, die was aanvankelijk een Habermas aanhanger. Die heeft zich getransformeerd tot een pleitbezorger van het postmodernisme. Dan had je inderdaad ook, Manschot. Ja, ik weet niet, leeft hij nog, Manschot? Dat weet ik niet. Nee, maar dus die had een katholieke achtergrond. En dan had je nog, van alles en nog wat eigenlijk. En daardoor ontstond er een heel bont palet waarvan ik vind prima dat het er is. En divers was het zeker. Maar het klassieke vrijdenken, zoals dat door Anton Constance werd uitgedragen en door Piet Spicht werd uitgedragen en ook Jaap van Praag, de oprichter van het Humanistisch Verbond, werd uitgedragen. Ja, dat was er nauwelijks vertegenwoordigd aan die Universiteit voor Humanistiek. Dus, en waar verschilt het inhoudelijk dan van? Een veel positievere houding ten opzichte van godsdienst. Godsdienstkritiek werd eigenlijk een beetje taboe aan de universiteit. Nou, laat het eigenlijk maar weg, denk ik. Ja. Nou, dat was ook heel teleurstellend. Dus die Universiteit van Humanistiek, die kwam al heel snel op in een geprikkelde verhouding te staan ten opzichte van het soort van humanisme dat internationaal gezien door de Center for Inquiry werd. En het tijdschrift Free Inquiry voorgestaan met Paul Kurtz als een belangrijke woordvoerder daarvan. En die Universiteit van Humanistiek, ja, die ging zich een beetje verlustigen in het, eigenlijk een beetje in het bekritiseren van wat ik dacht dat het klassieke humanisme en vrijdenken zou moeten inhouden. Dat,
Ja, dat is natuurlijk een heel bekend probleem. Dat komt in de katholieke kerk natuurlijk ook voor. Als je de hedendaagse paus Franciscus hoort, dan denk je natuurlijk over, ja, dat is meer een soort van woke-activist dan dat een paus is. Hè? Dus het komt overal in dus, al die instellingen voor. Dus het humanisme, het georganiseerde humanisme heeft eigenlijk dus die rationalistische tendens is eigenlijk ondervertegenwoordigd of te buiten. Ja, hij bestaat nog wel in de vrije gedachten, maar dat is maar een heel kleine organisatie. Zonder universiteit. En zonder universiteit. Met nauwelijks institutionele power. Ja. Ja. Oké, okay, en dan nog één vraag over jouw atheïsme. Je bent een atheïst, je bent ook open over je atheïsme. Je hebt ook een atheïstisch woordenboek geschreven. Een heel mooi woordenboek, een leesbaar woordenboek. Er zijn niet veel woordenboeken die je van A tot Z uitleest, maar jouw atheïstisch woordenboek samen met Dirk Verhofstadt is een leesbaar woordenboek. Mm-hmm. Maar toch, in jouw oeuvre, als je het uitzoomt, dan heeft secularisme veel meer aandacht dan atheïsme. Kan je even nog even kort uitleggen dan wat het verschil is tussen secularisme en atheïsme? Ja, dat. Kijk, ik heb 38 jaar gewerkt. Ik zal eerst vertellen waarom dat zo is, want je typeert het juist. Maar waarom is dat zo? Nou, dat is omdat ik heb niet gewerkt aan een filosofiefaculteit, maar ik heb gewerkt aan een rechtenfaculteit. En bij de rechtswetenschap gaat het over hoe de samenleving moet worden ingericht. Door middel van wetten die er gemaakt worden. De wetten die sommige dingen strafbaar stellen, het strafrecht. Maar ook hoe je de staat organiseert. En secularisme, dus de ambitie om de staat niet onder de heerschappij van de religie te plaatsen. Dus de ambitie om te beargumenteren dat er geen staatsgodsdienst moet zijn. Dat is basically, denk ik, wat secularisme is. Dat is dan heel belangrijk. Dus ik kon dus, je kan ook een beetje zeggen, door zo te focussen op dat secularisme, kon ik dat heel gemakkelijk verbinden met het werk wat ik geacht werd te doen als eerst docent en later als hoogleraar aan een rechtenfaculteit. Dat is de eerste reden. Tweede reden is dat ik ook denk dat het secularisme is echt een publieke opdracht om dat goed te funderen, dat is voor iedereen van belang. Ik ben een universalist ten aanzien van dat secularisme. Iedereen moet het overnemen. Ook mensen die een religieuze achtergrond hebben, moeten dat eigenlijk ook overnemen. Het secularisme, de scheiding van, zo mag ik het ook zeggen, de scheiding van kerk en staat, zou een ideaal moeten zijn van iedereen die de beginselen van een liberale samenleving omarmt. Ja. En je kan dus niet zeggen van, ja, nou ja, ik vind eigenlijk wel dat we een staatsgodsdienst mogen hebben, hoor. Dat kan niet. Dan is in feite deze maatschappij, die is onleefbaar geworden. Dus dat secularisme, publieke opdracht. Ten aanzien van het atheïsme, het aandragen van goede argumenten voor een leven zonder God, dat is meer een private opdracht. En daar hoef ik niet iedereen van te overtuigen. Ik vind als iemand zegt, ja, ik geloof in God en ik heb daar goede redenen voor en ik heb daar, ik vind daar steun aan en zo. En als die persoon dan naar mij vraagt, kun jij nog even uitleggen hoe jij in het leven staat? Dan zeg, ja, dat wil ik wel. En dan ga ik desgevraagd uitleggen waarom dat atheïsme minstens zo goed is, zo niet beter. Mm-hmm. Maar ik geloof niet dat een publiek. Ik heb daar niet zo. Ik zie er niet zozeer een publieke opdracht in. En ook de staat moet dat naar mijn smaak niet doen. Dus de staat moet niet, hè, zoals het in de Sovjet-Unie gebeurde tussen 1917 en 1991, proberen godsdienst met wortel en tak uit te roeien, zoals je in feite moet proberen om mensen van de drank en de drugs af te halen. Ja, duidelijk. Dank je wel. Nou ben jij, je zei het net eigenlijk zelf al, je bent een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. En je hebt het onder andere in een heel vroeg stadium opgenomen voor Geert Wilders. Mm-hmm. In verband met zijn, laat ik maar zeggen, omstreden uitspraken. Mm-hmm. Er zijn twee grote Wilderszaken geweest met betrekking tot de uitingsvrijheid. Die teken je volgens mij allebei ook in dit boek op. Mm-hmm. Badeau, Falaschi, Uellebeck en Wilders. Juridische vervolging van religiekritiek en vreemdelingenvrees. Mm-hmm. Wat zijn volgens jou terechte restricties op de vrijheid van meningsuiting? Oproepen tot geweld. Mm-hmm. Dus als
Kijk, als Ayatollah Khomeini zegt, Wilders moet worden vermoord, vindt hij overigens ook wel. Maar hij heeft dat dan in zijn bekende fatwa in 1989 gezegd voor Rushdie. Rushdie moet worden vermoord, want Rushdie heeft een karikaturale weergave gegeven van de vroege geschiedenis van de islam. En daarom moet hij worden gestraft, want deze man is een blasfemist of een godslasteraar. Mm-hmm. En ik, Ayatollah Khomeini, ik ben de hoogste autoriteit op geestelijk gebied, dus ik roep nu op om deze man te vermoorden. Kijk, dan kun je je voorstellen dat een echte free speech junkie zegt, nou, dat mag die man toch ook vinden. Alleen degene die de trekker overhaalt, dat is degene die schuldig is. Maar dat vind ik wel een beetje onwerkelijk. Ik vind, als je echt oproept tot het vermoorden van mensen of tot het uitoefenen van extreem geweld naar mensen of zelfs subtiel geweld naar mensen, dan moet daar de vrijheid van expressie een grens vinden. Ja. Maar dat is dan ook waar het moet liggen. En je moet dus niet een veel ruimere opvatting hebben van de vrijheid van meningsuiting. Dan zeggen we, ja, ook geestelijk, ook een, het schrijven van een boek is een vorm van geestelijk geweld voor een gelovige. En derhalve moet daar ook die vrijheid van meningsuiting worden beperkt. Maar waarom niet? Want woorden kunnen kwetsen, toch? Jawel, maar dat woord... Ja, dat is zo. Maar ja, zoals Jordan Peterson het laatst eigenlijk heel mooi zei. Kijk, als jij het vrije denken hoog wil houden, dan betekent dat uiteraard ook dat je het risico moet nemen dat je iets zegt wat een ander kwetst. Mm-hmm. Dus Galileo, als die zijn opvattingen over de sterrenkunde serieus wil nemen, ja, dan moet hij het risico nemen dat er ergens een katholieke gelovige is die zegt, oh, dat heeft me zo gekwetst, want ik dacht dat de aarde in het middelpunt van het universum stond. Niet zo. Oh jeetje, nou verlies ik mijn eigen waarde. Als zo iemand dat zegt, ja, dan en zich op zijn kwetsuren beroept, dan blijft er van die vrijheid van expressie niks meer over. Maar en dat is een ongelooflijk probleem. Dus dat beroepen op die kwetsuren. Mm-hmm. In de politiek tegenwoordig. Dus mevrouw Kaag, de vieze premier, is weggelopen tijdens... Niet vieze met een Z, toch, bedoel je? Nee, vieze met een C. Maar die is dus weggelopen. Tijdens de algemene politieke beschouwingen is zij weggelopen omdat er door een Kamerlid een vraag werd gesteld waardoor zij zich beledigd voelde. Mm-hmm. Moet je je voorstellen wat voor precedent dat schept. Ja. Op dit moment wordt er een ander Kamerlid, die wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie, omdat hij iets heeft gedaan. Die heeft een Photoshop gemaakt van iets. Nou, ik zal het er niet over uitweiden. Maar die heeft een Photoshop gemaakt van twee ministers. Die hebben een vlag uitgerold met daarop de Sustainable Development Goals. En dan heeft dat Kamerlid, die heeft daar kritiek op uitgeoefend. Die heeft op een zodanige manier gedaan dat hij smaad dan wel laster zou hebben gepleegd ten opzichte van die minister. Ja, dat is een heel hele gevaarlijke precedenten die daarmee geschapen worden. Want dan kan elke harde discussie in de Tweede Kamer, dat kan leiden tot klachten over belediging. Dat, ja. En dan denk ik dat er helemaal niks meer overblijft van de vrijheid van kritiek. Volgens sommige mensen botst religiekritiek ook met de vrijheid van meningsuiting. Omdat die religiekritiek, die wordt nogal eens opgevat als disrespectvol of beledigend. Zouden we, twee vragen, zouden we kritiek op religie moeten kunnen hebben en moeten we het hebben, vind je? Het is ontzettend belangrijk dat we die kritiek op die religie hebben. Dat we moeten het hebben. En ik pretendeer zelfs dat ik in elk gesprek dat ik zou kunnen hebben met diepgelovige mensen, ze er ook van kan overtuigen dat het ongelooflijk belangrijk is dat die kritiek mogelijk is. Mm-hmm. Gereformeerden realiseren zichzelf vaak niet dat Luther en Calvijn ontzettend kwetsend was. Mm-hmm. Overigens was dat ook feitelijk zo. Want die Luther, dat was een enorme polemist. Hè, wat die allemaal klein beetje antisemitisch ook nog. Hè? Ook dat, ja. Ook dat. Maar die slingerde die paus van alles naar zijn hoofd. Elke religieuze vernieuwing komt ook voort uit
uit een religieuze nieuwe figuur die de oude goden kritiseerde. Ook Mohammed. Kijk, als je zegt, ja, dus Mohammed die kritiseerde het polytheïsme van zijn tijd. Mm-hmm. De goden van Mekka. En daar is de islam uit voortgekomen. En het christendom is voortgekomen uit het bekritiseren van de Joodse godsdienst in die tijd. Het proces van Jezus Christus, zoals beschreven in de evangelie, gaat over een godslasteringsproces. Hè? Mm-hmm. Jezus Christus is begonnen als, althans... Als goochelaar. Ja, als goochelaar. Ja, ja, ja. Die broden en vissen vermenigvuldigen. Ja, ja, ja. Maar waarom is het zo belangrijk in jouw optiek dan om kritiek te hebben op religie? Nou ja, omdat het... twee redenen, geloof ik. Kijk, het allereerst is... een leven waarin je niet kunt uitspreken wat je hart begeert. Waar je moet zwijgen over de dingen die je heel belangrijk vindt om te zeggen. Dat doet mensen enorm verkommeren. En dan mensen komen niet tot hun recht. Wat de Britten noemen human flourishing. Komt dan niet tot zijn recht. Dus er is een heel basaal... mensen verkommeren als ze niet kunnen spreken over de dingen die ze willen zeggen. Dat is het ene. Maar er is ook... Dat is een beetje een... een beetje enigszins chic misschien dan heet... een beetje een Kantiaanse verdediging van de vrijheid van kritiek. Maar er is ook een utilistische. Dan ga je kijken naar de gevolgen. Hè, vanuit de utilistische ethiek kijk je naar de gevolgen. Het heeft ook hele nuttige gevolgen, die vrijheid van expressie. Want kijk nou aan al die wereldgodsdiensten. Ja, die zouden helemaal niet tot ontwikkeling zijn gekomen als het niet mogelijk was geweest om religiekritiek uit te oefenen op de vorige religieuze overtuiging. Nou kun je... Kritiek, dat leg je dan aardig uit, denk ik. Hè? Waarom je kritiek zou moeten kunnen hebben op religie. Ja. Maar nou zijn er wel bepaalde excessen die zoveel invloed hebben. Mm-hmm. Die zoveel effect hebben. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Mohammed-cartoons. Moeten we nou niet terughoudend zijn? Mm-hmm. En dat zijn we, hè? We zijn heel terughoudend. Mm-hmm. Maar moeten we terughoudend zijn met het publiceren van zulke cartoons? Of zeg jij, nou, ik ben een andere mening toegedaan? Nou, kijk... Als jullie tweeën geen boeken zouden schrijven, maar jullie zouden toevallig cartoonist zijn en je laat me nu een paar leuke Mohammed cartoons zien, zoals Nekschot die maakte, en je hebt de hoofdredacteur van de Volkskrant, Pieter Klokker, van overtuigd dat hij dat morgen gaat plaatsen. Ik ben niet helemaal overtuigd. Wat hij never gaat doen natuurlijk. Ja. Maar dan zou ik wel zeggen van, jongens, is dat wel helemaal een goed idee? En loop je daar niet een groot risico mee? En die dingen heb ik ook wel gezegd tegen Ayaan Hirsi Ali toen zij met bepaalde dingen kwam. Ik heb ze ook gezegd tegen Theo van Gogh, waarmee ik in een eetclubje zat. Dus ik probeer wel mensen adviezen te geven over wat de gevolgen kunnen zijn van het publiceren van deze dingen die dus voor andere mensen die in een... andere maar dat is een pragmatisch argument. Ja, dat is een pragmatisch argument. Ja. Ja. Maar principieel vind ik wel dat de islamitische wereld moet natuurlijk eens wennen aan het feit dat er cartoons worden gemaakt over ook hun god. Mm-hmm. Of over profeet. Mohammed, ja. Over hun profeet. Eens moeten ze daaraan gaan wennen. Mm-hmm. En dan, dat betekent dat er iemand moet zijn die dat soort cartoons maakt en op een zodanige manier dat mensen er kennis van nemen. Alleen, het is de taak van de staat om te waarborgen dat mensen daar niet meteen de gevolgen van ervaren. En dat is that's really a hell of a job, zoals we nu weten. Want in 2020 is die Samuel Paty, die Franse leraar, die aan een school in Parijs, die is dus onthoofd buiten de school, is onthoofd. Zijn hoofd is er afgehaald. Mijn moeder zei altijd, je kop kunnen ze niet afhalen, jongen. Als je een taam moest doen of zo, dat is een achterhaalde uitspraak van mijn moeder, want het kan wel degelijk. En niet alleen historisch gebeurde dat, maar het gebeurt nu tot op de dag van vandaag. Je wordt onthoofd. En die Franse leraar, die doet dat in het kader van zijn leraar. Hij is leraar maatschappijleer. Mm-hmm. En die moet daar ook maatschappelijke onderwerpen behandelen. Ja, en als je een paar jaar daarvoor dus Franse cartoon, een hele redactie van Charlie Hebdo is uitgemoord in 2015. Ja, dan moet je toch in die klas eigenlijk kunnen laten zien om wat voor soort cartoons het
gaat. Mm-hmm. Maar dat is dus, dat kan de schoolleiding kan je dan niet helpen bij de aanstaande onthoofding. Tegelijkertijd kan je ook weer niet je taak als leraar maatschappijleer kun je serieus nemen als je moet zeggen in zo'n les, ja sorry, ik kan het niet laten zien. Mm-hmm. Je kan misschien kinderen een hyperlink geven en dan kunnen ze dat op het internet gaan bekijken. Dan kan je zeggen van jongens, jullie zijn er misschien niet aan toe. Laat spreek het eens met je vader, met je moeder. En als je wil, kan je die hyperlink aanklikken en dan kan je op internet kan je dan zien waarover ik nu spreek. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een ontzettende krankzinnige situatie. Ja, en precies. Jouw humanistische filosofie zoom weer uit elke keer. We hebben dus atheïsme gehad, we hebben secularisme gehad, belang van religiekritiek gehad, vrijheid van meningsuiting. Maar het lijkt ook in jouw filosofie een belangrijk liberaal aspect te zitten, liberalisme. Maar in welke zin ben jij liberaal? Want dat kan op verschillende manieren uitgelegd worden. Maar in welke zin zou jij je zeggen van nou, of herken jij je in de ideologie van wat liberalisme wordt genoemd? Nou, in de zin dat persoonlijke vrijheid, dat ik dat een heel belangrijk ideaal vind, persoonlijke vrijheid. En ik vind dus dat de staat die persoonlijke vrijheid ook zou moeten waarborgen. Ja. In die zin. Tegelijkertijd ben ik ook altijd geïnteresseerd geweest in de blinde vlekken van het liberalisme. Hoe deze ambitie, deze liberale ambitie, zoals ik die nu net heb geformuleerd, hoe die ook totaal kan ontaarden in een soort van narcistische ich-bezogenheid. En de hedendaagse woke-filosofie, waar in ieder geval jullie allebei veel van weten, maar Floris wel. Misschien in het bijzonder, omdat hij daar twee boeken over heeft geschreven, over woke. Woke is een soort van ontaarding van die individuele vrijheid. Dus de volkomen alleen maar bezig zijn met jou, met je eigen gender en hoe je voelt en of je een man bent of een vrouw of een non-binair of weet je, dat is volgens mij heel ongezond. En dan zijn er dus mensen vanuit de conservatieve cultuurkritiek die zeggen ja, dat liberalisme het lijkt linea recta naar die ontaardingen. Mm-hmm. En dan word je dus iemand die de moderniteit helemaal verwerpt. En daar ben ik wel heel erg in geïnteresseerd geweest. In die kritiek ben ik wel heel erg geïnteresseerd geweest. Dus ik heb in 1989 daar een proefschrift eigenlijk over geschreven. Mm-hmm. Conservatisme en cultuurkritiek. Dus ik ben dat conservatisme heel erg gaan bestuderen ook. Dus ik ben erg geïnteresseerd ook in die wat je dan noemt reactionaire denkers. Mensen als Joseph de Maistre en Louis de Bonald en Leo Strauss en dat soort lui. En maar in hoeverre noem je jezelf dan conservatief? Ja, dat vind ik ook niet erg als mensen zeggen van jij hebt zoveel belangstelling voor die conservatieve cultuurkritiek. Je bent ook wel in een zekere zin conservatief, dan vind ik dat ook prima. En welke zin dan precies? Nou, dat je oog hebt voor de wijze waarop dus die preoccupatie met individuele vrijheid kan ontaarden in een vorm van narcistische profileringsdrang. Mm-hmm. Ik vind het oprecht. We hebben dus nu net op de Nederlandse televisie hebben we daar een gesprek over gehad tussen Thierry Baudet en een zekere Bram. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Ja, Bram met zijn tuinpak aan. Ja, die zit dus met een tuinpak aan en Bram is wil zichzelf profileren als non-binair. Dat wil dus zeggen, hij denkt dat er niet alleen een mannelijk dat er biologisch gezien meer geslachten zijn dan man en vrouw. Nou is dat voor een heel klein clubje mensen. Interseksen heb je dan ook nog. Maar daar heeft hij. Maar hij denkt dus dat je geslacht helemaal een kwestie is van keuze. Mm-hmm. En dat alleen maar door een socialisatieproces mensen zich man en vrouw zijn gaan noemen. En voor hem is de beleving van zijn geslacht. Gevoel, ik voel me man, ik voel me vrouw, of ik voel me geen van beide, of de ene dag voel ik me zus en de andere dag voel ik me zo. Dat is een vorm van
misschien een soort van opeisen van individuele vrijheid, maar wat mij betreft op een hele ongezonde manier. Mm-hmm. Niet alleen voor Bram zelf, maar ook voor de samenleving. Maar ik zou bijvoorbeeld dat woke ook niet in de liberale kant plaatsen, want mm-hmm. het is soort van eigenlijk al het verval mm-hmm. van het liberalisme. Hè? Ja, dat kan ook. Want het gaat niet meer uiteindelijk om die autonomie, zeg maar, mm-hmm. van het individu. Het is al veel collectivistischer. Ja. Dat in de wijze waarop het op een gegeven moment verdedigd wordt, wordt dat zo agressief. Hè, ja. Omdat ook in feite de rationaliteit en het gesprek niet meer met wokies valt niet meer te praten. Want ze hebben een soort van vijandbeeld dat ze helemaal niet met je willen praten. Ja. Daarom zijn er ook geen conferenties waarop je in gesprek kan komen met die wokies. Ze schrijven wel boeken. En er zijn mm-hmm. mensen, of er zijn van die voorvaders en voormoeders en hoe je het ook wilt noemen, die zijn er wel. Oh, maar... Paul, dat is een binaire scheiding die je neemt. Ja, nee, maar ik ga ik natuurlijk gewoon doen. Zeker. Ja. Nee, maar ik bedoel, je hebt dat woke is ook wel een beetje een ontaarding. Maar je kan natuurlijk ook zeggen, ja, een extreme verdere ontwikkeling van een liberaal vrijheidsstreven. Dat grenzeloos is geworden. En daarmee gevaarlijk voor het maatschappelijk welzijn, maar ook voor het vanuit het individu, dat mensen zich dus ongelooflijk gaan oriënteren op het cultiveren van hun genderidentiteit. Weet je, dat is ontzettend. Dat is ontzettend. Het is ook ontzettend dom en ga. Ik word er een beetje opstandig van. Ik denk, ga piano leren spelen, alsjeblieft. Of ga een mooi boek schrijven. Of ga aan sport doen. Of probeer de regels van de gitaarspeelkunst onder. Weet je wel? Maar mensen gaan zich helemaal voor laten staan op hoe zij in de wereld staan en hoe ze zich voelen. Het is mm-hmm. toch heel triestig. Het is triest, ja. Ja. Nou wil ik naar een laatste sprongetje nog maken in dat humanisme. Want jij bent, en dat weten sommige mensen misschien niet eens meer, maar je bent een pionier op het gebied van de dierethiek. Mm-hmm. Je schreef in, ik denk 2001, het boek Darwin, Dier en Recht. Voor de kijker, dat ligt nu niet op onze tafel. Mm-hmm. Maar waarom heb je ooit een boek geschreven over de dierethiek? Omdat ik toen erg onder de indruk was van het werk van Peter Singer. Omdat ik... zijn rationalistische benadering van het bespreken van allerlei ethische opties sprak mij enorm aan. Mm-hmm. En ik heb zijn boek Animal Liberation gelezen en ook zijn Practical Ethics, zijn boek. Mm-hmm. En ik dacht, ik vond dat echt openbaring, om het maar eens religieus uit te drukken. En dat vind ik nog steeds. Ik sta mm-hmm. er ook helemaal achter. Het is ook helemaal niet zo, mensen spreken mij natuurlijk heel van oh, wat is er allemaal met je gebeurd? En ik zeg, dan zeg ik altijd, ik kan toch niet eeuwig dezelfde standpunten blijven herhalen die mm-hmm. ik daar heb neergelegd. Ja. Maar ik sta er wel achter. Want wat is misschien is het goed voor de luisteraar? Want mm-hmm. wat zijn de belangrijkste punten die je in dat boekje maakt? Nou, dat de wijze waarop mensen omgaan met dieren gebruiken voor hun persoonlijke belangen, zoals het eten van vlees, het gebruik van dieren in de bio-industrie en dat geen, als je het eufemistisch uitdrukt, geen schoonheidsprijs verdient. Mm-hmm. Ja. Oké, dankjewel. En hoe past die dierethiek dan binnen het humanisme? Dat is aan iedereen om dat zelf te beoordelen. Weet je, ik geloof niet zo dat je... Ik ben een taalkundige nominalist. Dus je kunt dat begrip humanisme kun je een betekenis geven en afbakenen op de manier waarop je dat wil. Er is niet zoiets dat er één humanisme is en dat is... Dat is het enige consistente wat er is. Ik denk dat je kunt ook over de wijze waarop je dat humanisme wilt ontwikkelen, kan je mm-hmm. verschillende meningen hebben. En Floris van den Berg die heeft gezegd, en er zijn belangrijke verdiensten, heeft hij al in een proefschrift gedaan ook, maar verder in een heel indrukwekkend oeuvre ook, heeft gezegd, ik wil dat humanisme niet zo antropocentrisch inkleuren, dus alleen maar betrekking hebbend op de
belangen van de mens. Maar ik vind ook dat je alle... misschien nog niet levende wezens. Ik weet niet, dan moet hij zelf maar zien hoe hij het wil afbakenen. Maar in ieder geval, en dat vind je ook bij Peter Singer... je moet dat ook bij de persoon, wezens die een persoon kunnen zijn. Dus die als persoon kunnen functioneren. Die een besef hebben van heden, verleden, toekomst. Die bepaalde belangen hebben. Die wezens, dus die personen... mens of niet menselijke personen, die personen, die hebben een soort van intrinsieke waardigheid die beschermenswaardig is. Mm-hmm. En dat zie ik als de uitbreiding van het humanisme. Dat kan je natuurlijk doen. Ja, en jij schrijft daar tegenwoordig niet vaak meer over, maar je zegt eigenlijk net, maar ja, die standpunten... Daar ben ik sterk achter. Ja. Ja. Ik ben ook toen lijstduwer geweest voor de Partij voor de Dieren. Ik ben alleen niet meegegaan met de Partij voor de Dieren, voor zover het gaat klimaatverandering. Mm-hmm. Dat wil niet zeggen dat ik klimaatverandering ontken. Nee, klimaatverandering vindt plaats, maar het vindt op kleine schaal plaats. Bovendien is niet duidelijk wat wij eraan kunnen doen aan die klimaatverandering. We geven ongelooflijk veel geld uit, of althans sommige mensen willen dat uitgeven, voor de opwarming van de aarde, om dat af te remmen. Tot 0,00036 graden. En daar moeten maatregelen voor worden genomen die heel veel geld kosten. Die denk ik Nederland aan de rand van het financiële faillissement gaan brengen. Eventueel onder meneer Timmermans. En wat bovendien, alleen maar in als dat in Nederland alleen maar gebeurt, is dat zo'n druppel op een gloeiende plaat. Dat het een beetje onpraktisch is. Dus daar ga ik niet in mee. Dat laatste ben ik het eens, dat het onpraktisch is. Maar dat we door klimaat ons op zeer korte termijn een onleefbare planeet hebben, daar verschillen we enorm van mening. Mooi voor een toekomstige podcast. Ja, is goed hoor. Ja. Nog even de laatste vraag. Ik ben geen milieudeskundige natuurlijk, maar goed. Leuke laatste vraag. Ja. Die stond al eerder op. Maar wat is je favoriete filosoof? Ik had ook gevraagd wat is je favoriete kleur, maar dat is zo kinderachtig. Maar wat is je favoriete filosoof? En waarom? En waarom natuurlijk? Ja, er zijn er echt twee, mag niet hè. Maar ik bedoel, dan kies ik voor Schopenhauer. Daar heb ik ongelooflijk veel aan gehad. Die hou ik van, eigenlijk van die man. Maar de tweede, die ken je wel. Of tenminste, is Mill natuurlijk. John Stuart Mill, dat vind ik ook een geweldige vent. Maar Schopenhauer dus, ik ben in 1984 aangekomen aan de universiteit. En ik las toen über die universiteitsfilosofie. En toen, zo geweldig allemaal. En daar zit een overgrond, en dat is interessant ook in relatie tot vrijdenken. In Schopenhauer zit een oproep tot zelfstandig denken en tot ook anti-autoritair denken en tot ook, ik wil niet zeggen minachting voor autoriteit, maar in ieder geval wel ook die man, ik dacht, ja, zoals die man schrijft. En jeetje, je mag dus Hegel, die mag je gewoon de mantel uitvegen, weet je wel. Die filosofen, die allemaal aan de orde komen in die populaire filosofie magazine, die maken overal een soort van afgodjes van waar je niks meer van mag zeggen. Maar Schopenhauer, die maait dat neer en die zegt, je moet zelf denken, zelfs denken. Hè? Wat later Karel van het Reven ook heeft opgepakt. En wat ook de titel is geworden van dat boek van over Karel van het Reven. Van wat jullie ligt. Zelf denken. Ja. Ja. En Mill, wat was daar? Nou, kijk, met Mill was natuurlijk... Ik ben opnieuw in 1984 toen ik aankwam. Dus een van de eerste grote dingen die ik schreef. Dat was over de autobiography van Mill. Waarin hij dus heel openhartig uiteenzet wat de invloeden zijn die er op hem zijn uitgeoefend. Hoe die in de geestelijke crisis terechtkwam. Omdat het utilisme hem niet helemaal meer kon bevredigen. Hij een pleidooi hield voor het ideaal van zelfontplooiing. Dat de mens is als een boom die naar alle kanten moet kunnen uitgroeien. Prachtig proza ook. Maar ook het iets minder bekende zijn 3 Essays on Religion is geweldig. Hè? The Utility of Religion, het nut van religie, wat hij dan heel sterk onderuit haalt. Wat Ayane Irsi Ali niet gelezen heeft en wat ze wel had moeten doen. Want anders had ze niet zulke ontsporingen. Dat was geweldig. Dus Mill bekritiseert dan ook dat je niet kunt gaan geloven, dat je het geloof kunt gaan aanhangen om nuttigheidsredenen.
the utility of religion. Dat kan niet, denkt hij. En dat is wel heel van belang. Wat ik in mijn omgeving waren vele mensen die dat allemaal gingen doen. Dankjewel, Paul. Daar wil ik het voor nu bij laten. Floris, bedankt voor je tijd, voor je vragen en je toevoegingen. Paul, hartelijk dank dat je hier wilde zijn. Ja, heel leuk. En voor u als kijker en luisteraar, we hebben het met Paul Cliteur gehad over zijn humanistische filosofie. We hebben een aantal boeken besproken. Voor nu hartelijk dank voor het kijken, hartelijk dank voor het luisteren. Klik op like en abonneer en tot de volgende podcast.